Aan de Leigraaf in Druten brandden maandagochtend 2 auto's uit. Rond 4:30 rukte de brandweer uit om de voertuigen te blussen. Dat lukte snel, maar een schutting raakte zwaar beschadigd. Een van de 2 auto's was een hybride auto. Elektrische auto's worden geblust in een grote watercontainer. Daar blijven ze dan enkele uren in liggen. Hiermee wordt voorkomen dat de accu's van dit soort voertuigen later alsnog ontbranden, zelfs als ze zijn afgekoeld. De oorzaak van de brand is onbekend.